provinciehuis al was vervangen, kampen deze Groningers al jarenlang met ontwrichte mensen, ontwrichte gebouwen, ontwrichte levens. Schande voor de mensen die een ander beschuldigen van geweld en zelf mensen de verdoemenis in helpen. Ze letterlijk en figuurlijk de grond in laten zakken. Dit kabinet bestaat uit rovers en slopers. Ze beroofden al menig landbouwsector van het toekomstperspectief en pensioen. Of het nu de vissers, de akkerbouwers, varkens, melkvee, pluimvee of netsenhouders waren, allemaal hebben we ons inkomen, prijzen en eigen vermogen zien verdampen door overheidsingrijpen. Maar ook andere sectoren zijn het slachtoffer van dit zwalkende beleid van dit kabinet. Nederland ligt op het stikstofslot. Omdat wij worden geregeerd door lichtgewichten. Lichtgewichten die niet in staat zijn om een fatsoenlijk, consequent en haalbaar beleid uit te stippelen. Die ons overstelpen met haastig in elkaar gedraaide wetjes die nooit een oplossing en altijd meer problemen opleveren. Lichtgewichten die zonder enige terughoudendheid boeren beroven van hun burgergrondrechten die voortvloeien uit reeds betaalde en verleende vergunningen. Niemand zou het in Nederland accepteren als de overheid een kamer in zijn huis, omdat hij die nu even niet gebruikt, invordert zonder vergoeding. Dat is wat dit kabinet met haar boeren doet. Het innemen van de latente ruimte en dat is diefstal. Realistisch zijn ze niet zo erg in Den Haag. Ze hebben doelstellingen die zo zwaar zijn dat het ademhalen eigenlijk al te veel van het goede is. Terwijl onze buren in Duitsland en België, waarvan we het stikstof zo over de grens zien waaien, helemaal geen problemen hebben. Het probleem zit dus in dit kabinet en dat is stuitend. Even huishoudelijke mededeling. Kom jij ergens allemaal van het dak af, want anders slaat Armee jullie eraf. Dus het is maar veel eieren, zeg maar. Dan zitten we door. De manier waarop Nederland zijn stikstofprobleem wil oplossen is door de boeren van het platteland af te vegen. We hebben een eenzijdige aanpak in Nederland en een gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing. We hebben een model dat een poging doet de werkelijkheid te benaderen en in belangrijke mate gebaseerd is op aannames. Aldus de commissie Remkes. En terwijl het verkeer op de A1 door een Natura 2000 gebied raast, en dat mag blijven doen, moeten alle boeren in datzelfde gebied opkrassen, inpakken en wegwezen. En in Groningen zijn de provinciale prestigeprojecten ook veel belangrijker dan de boeren en de landbouw. U wordt bedankt. Niet alles kan, zeggen de opstellers van het stikstofrapport. Nou werkelijk, ik constateer dat dat vooral afhankelijk is van de partij die iets wil. Want dit kabinet was niet te beroerd om Tata Steel voor 1 miljard euro CO2 en stikstofrechten te schenken. En ook een bedrijf als Shell mag zich regelmatig verheugen in dergelijke cadeautjes. Bedrijven die behoren tot de zwaarste vervuilers van Nederland
die mensen ziek maken. Die verantwoordelijk zijn voor 12.000 doden per jaar. Bedrijven die zich aan geen enkele norm storen en ook geen enkele norm krijgen opgelegd. Dat is de politiek in Nederland, waar het leger wordt opgetrommeld om mensen te intimideren en te kleineren. En dan wat feiten. Want feitelijk weten ze niet zoveel hier in dit kabinet. De hoge uitstoot van stikstofoxide van verkeer en industrie is vooral een probleem hier in de Randstad. De bijdrage van de landbouw aan die totale uitstoot is slechts 16,9%. En we hebben het sinds 1990 al met meer dan 30% laten zakken. Wij wel, andere sectoren niet. Als de intensieve veehouderij wordt gehalveerd, dan kost dat de economie jaarlijks 3,5 miljard euro. En dan moeten de helft van 81.000 mensen maar een andere baan zoeken, want zij zijn werkzaam in die intensieve veehouderijketen. De Nederlandse melkveehouderij heeft sinds 1984 het aantal melk- en kalfkoeien al teruggebracht met 42%. Nu vond die aanwijzing van die Natura 2000 gebieden die zo zijn achteruit gegaan plaats in ongeveer 1992. Sindsdien is het aantal koeien dus sterk gedaald. Dus hoe kan mijn vee dan een probleem zijn in dat Natura 2000 gebied? Liegen en bedriegen, het is het visitekaartje van dit kabinet. De landbouw is de enige sector die kringlopen sluit. We verwerken tonnen voedselresten uit de humane voedingsindustrie en leggen CO2 en stikstof vast. Iedereen in dit land ademt, poept en pietst. Maar er is maar één sector die van de stront van een ander weer eten maakt en dat zijn wij. Morgen bieden wij de mensen in Den Haag een boerburgerontbijt aan. Als genoegdoening voor de overlast die ze nu natuurlijk krijgen. En ik hoop dat ook de agenten die aanwezig zijn en de soldaten met ons een kop snert eten of een broodje kaas. Want dat zal vast beter smaken dan de rotzooi die we van dit kabinet te verwerken krijgen. Wat zijn onze eisen? Stop met dat voornemen om boeren en hun gezinnen op te ruimen. Jullie papieren besluiten hebben problemen veroorzaakt, los het dus ook even lekker zelf op. Wij leveren niets meer in. De prutsvoorstellen die ze nu hebben gedaan, die lossen niks op. En over een half jaar komen ze weer. En dan doen ze precies hetzelfde als wij de netten houden. Dan zeggen ze, ga maar iets anders doen. Men moet om de tafel met Brussel. Die staat wat onder druk door de Brexit. Dus ze zullen aan Nederland eerder eens wat toezeggen. Mochten Rutte en Schouten nu vasthouden aan hun plannen om de boeren op te ruimen, dan beloof ik ze één ding, dat we hier heel snel weer met z'n allen zullen staan en dat er een heel groot deel van de Nederlandse bevolking hier ook zal staan. Ze hielpen jullie al het Malieveld op en ze halen ons dan het plein op.